Het internet marketingbureau Spamacandra heeft de komende week uitgeroepen tot creatieve week. Zij voorziet namelijk dat de creatieve industrie voor Suriname zo groot kan worden dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bruto nationaal product BNP. Een onderdeel van de creatieve week is de lezing die gisteravond is gehouden in de University Guesthouse, getiteld Monetizing the Creative Industry. Anouska Sunai, CEO van Spamacandra, zegt dat het doel van de lezing is het Surinaamse bedrijfsleven te laten zien wat de volgende stappen zijn ten aanzien van het ontwikkelen van de creatieve industrie. En dat zij daarop eigenlijk losschieten en ons voeden met, ze kunnen onze devil's advocate zijn en het helemaal afkraken of gewoon juist hele goede opportunities ook aandragen. Ze kunnen ook zeggen of zich committeren aan dat ze zullen meehelpen en dat kan in elke vorm. Ze kunnen meehelpen in de vorm van het geven van adviezen, maar ook gewoon inkomen met geld. Want als we een sector willen gaan ontwikkelen tot een niveau als wat het in andere landen is, dat het dus gaat bijdragen in het bruto nationaal product van een land, dan heb je investeerders voor nodig. Dus het kan dat we vandaag een aantal investeerders krijgen. Ze hebben zich al aangegeven, ja, we hebben interesse, maar we willen eerst meer weten. Dus vandaag gaan we ze meer laten weten, meer vertellen. En niet alleen maar het verhaal vanuit Suriname, maar vooral vanuit Guyana ook en Trinidad. Die verhalen komen ook naar voren, komen wat successtories naar voren. En we maken ook inzichtelijk wat de gap is tussen wat we nu hebben en waar we naartoe moeten gaan. Want als Suriname animatie of zeg de creatieve industrie wil gaan ontwikkelen, games wil gaan maken, gaan we competen met games als The Sims, competen met Pixar Studios en of met hun samenwerken. En daarvoor is het belangrijk dat we een bepaalde level aan knowledge hier hebben. En dat alles wordt vandaag inzichtelijk gemaakt. Wat hebben we allemaal nodig? Wat zijn onze pitfalls? Wat zijn onze uitdagingen? Wat zijn de dingen die we vooral, waar we vooral goed in zijn en die we kunnen gaan gebruiken om de sector te gaan verbeteren? Spamacandra is sinds 2007 bezig mensen ervan te overtuigen dat ze een website nodig hebben. Om dit te bereiken heeft de organisatie steeds kennis gedeeld en mensen opgeleid om onder andere webdesigner te worden. De trend van de laatste tijd volgend heeft Spamacandra ook het Anime Caribbean Festival in Trinidad bezocht om precies te weten wat er in de regio gebeurt op het gebied van animatie en game development. Na de lezing van gisteren wordt de creatieve week vervolgd in onder meer Caroni. Zaterdag naar Caroni, daar hebben we het event Totnes Creations hebben we dat gedaan. Daar georganiseerd, samen met de lokale bevolking. En Totnes Creations is eigenlijk het product van een aantal workshops. We zijn al eerder naar Caroni gegaan met onze partners en hebben daar workshops verzorgd. En je ziet dat de mensen daar makkelijk de kennis oppakken en ook gewoon dat gaan toepassen. En 5 jaar geleden heeft Telesuur daar een ICT-hub gebouwd met volgens mij 30 computers, hou me het aantal ten goede, maar het is tussen de 25 en 30 computers zijn daar. Maar hij is nog niet volledig benut tot het maximale potential ervan. Dus het kan nog heel veel meer eruit gehaald worden. Ze ontbreken de coaches en trainers. En wanneer wij dus nu gaan, er is al een zaal met computers. Er is vlak daarvoor een mooie culturele ruimte waar je dus zang en dans en schilderwerk zou kunnen toepassen. En dat kan je dan kan je dan het internet gebruiken om die art van mensen, het talent van mensen naar buiten te dragen en hun zo op de kaart te zetten. Een ander sterk punt in Caroni is dat het internet in de Community Hub heel goed is. En dat is de reden dat het Spamacandra project heet Connectivity to the Rest of the World. Voor degenen die zich willen specialiseren in animatie of het opzetten van een website, zegt de Spamacandra CEO Sunai dat zij zich moeten laten opleiden.